Vanavond stort ik mij in de housewereld. Nu ben ik totaal niet bij wat dat betreft. Dus heb ik een afspraak gemaakt met iemand die er wel alles van weet. Of tenminste heel veel. House disc jockey Yves de Ruiter. Goedenavond. Goedenavond. Is Yves de Ruiter hier? Ik denk dat je daar nog iets verder moet zoeken. Waar? Ik denk dat je beneden in de kelder bent gezien, in de studio. Beneden in de kelder? Ja. Oké. Goedenavond, zitten jullie twee Yves de Ruiter? Nee, je zit boven in de grote studio. Ja. In de grote studio? Hier bovenachter. Oké, bedankt. Is Yves hier? Ja, ben ik. Oh, eindelijk zeg. Goedendag. Jullie werken wel met z'n velen hier, moet ik zeggen. Goedenavond trouwens. Wat ben je aan toe? We zijn bezig met een nieuwe Yves de Ruiter. Een nieuwe plaat voor mij. Bezig met een nieuwe Yves de Ruiter? Ja. Een nieuwe plaat? Een nieuwe plaat van mij. Ik dacht dat je discjockey was, ik wist helemaal niet in plaat gemaakt. Ik ben ook DJ in het weekend, maar dan in de week proberen wij samen met Axel Stevenson en Frederik Santini nieuwe producten te brengen van Banzai. Laat me raden, dat zijn dus houseplaten. House. Ik ken er niks van. Laat me eens iets horen. Aha. Wijd me in. Ja. Het zijn allemaal technische toestanden. Ik bedoel, dingen, effecten en keyboards, allee, ik bedoel, samplers. Dus met die dingen doen wij allemaal, allee, proberen we zo van alles te creëren. Doe je dat al lang? 3 jaar vanaf dat Banzai gestart is. En? Met succes? Begint. Begin. Al een paar gouden platen in de wacht gesleept of zo? Nee, gouden platen nog niet, wel gouden cd's. Ik ben blij dat ik de techniekers mee, want alleen zou ik het niet kunnen. Echt. Maar dus, laat me zeggen, de muziek komt van jou in feite? Het zit zo, ik ben DJ, dus ik weet wat de mensen graag willen in de discotheken en op raves in het buitenland en binnenland. Allee. Wat zijn dat, raves? Raves, dat is dus, dat gaat dus over parties, allee, heel grote parties van 10, 20, 30.000 mensen. En dan platen van zaterdags. Oké, tot zover zo. Dag. Je moet nog weg dus. Welk? Jij moet nog weg vanavond. Ja, ik moet zover naar Sherimo gaan draaien. Normaal moet ik daar om 10 uur beginnen, dus. Ja. Maar ik hoop dat je het niet erg vindt, maar ik zou toch eventjes willen horen wat dat er tegenwoordig in is op het gebied van house music. Dat zullen we eens oplossen. Dat gaan we het break laten horen. Ik ga hier al beginnen met een nieuwe plaat van mij. Dus de nieuwe Sherimo, die is nog maar een paar weken uit. Zeg, toch nog een plaat? Ja. Ik bedoel, de DJ's die house spelen, dat is normaal allemaal vinyl. Ja. Omdat CD eigenlijk niet gemakkelijk is voor te spelen. Het is misschien wel beter van kwaliteit, maar omdat wij heel snel, allee, toch redelijk snel spelen met onze platen, dus gebruiken wij nog altijd vinyl. Laat eens horen. Ja, dat is begint. En dat vinden de mensen dus heel tof. Dan kunnen ze lekker uit de pol gaan. Hè. Op het ogenblik een van mee van de betere platen van Banzai deze hoor. Ik ben
nog maar 25, maar je hebt eigenlijk al een flink stuk weg afgelegd, hè? En ik hoop dat nog lang te kunnen volhouden, hè? Ja. Ja. Zie je dit nog lang doen? Is dat een limiet zo van... Limiet niet, maar ik denk toch nog wel, omdat het nu al te groot is geworden en het zal nog wel even duren. Ik hoop het toch. En daarna? Zullen we wel zien, hè. Allee, goed, we gaan je laten, Yves. Een heel fijne nacht nog, maar één vraagje nog, je weet het. Naar wie stuur jij ons? Jawel, ik ken nog iemand van vroeger waar ik nog samen met hem opgetreden. En ja, de rest zul je zelf moeten uitvinden. Man? Vrouwelijk. Hoe heet ze? Martien de Ruiter. Zelfde... Toch geen zus van jou? Nee, veel mensen denken dat wel omdat we dezelfde achternaam hebben. Maar mijn naam is aaneen geschreven en haar naam is afeen geschreven. De Ruiter. We gaan eens kijken. Oké. Hey, ziens hè. Dag. Hou je goed hè. Dag. Dag.